Ik ben Gabrielle Uithoenen en penningmeester van Sternet. Wat vindt u van de samenwerking tussen RTV Sternet en Scala? Ja, ik vind dat een heel erg goed idee. Ik bedoel, er werd natuurlijk al samengewerkt. En dit is eigenlijk een soort logisch uitvloeisel van de dingen die we al met elkaar deden. Dus ik vind het prachtig. Denkt u dat nu dat jullie hier zitten en workshops geven aan de jongeren van Scala, dat de jongeren meer gemotiveerd worden? Ik denk het wel, ik hoop het wel. En als ik hier zo rondloop, dan ziet het er gewoon ook allemaal heel erg leuk uit en heel gezellig ook. Moet RTV Sternet een voorbeeld geven aan andere lokale omroepen om samen te gaan werken met jongeren? Weet je, dat moeten andere omroepen natuurlijk zelf weten. Maar volgens mij doe je jezelf tekort als je de jongeren er niet bij betrekt. Want jongeren zijn gewoon handig met sociale media. En jongeren die zijn gewoon enthousiast en die zijn, hebben frisse ideeën. Dus volgens mij, als je van de lokale omroep een oude mannenclub maakt, dan doe je jezelf tekort als lokale omroep. Wil je nog iets interessants kwijt wat ik niet heb gevraagd? Nou ja, ik denk dat iemand anders dat ook al wel gezegd heeft. Maar wij zijn als bestuur van RTV Sternet heel erg blij dat wij de zendmachtiging gekregen hebben afgelopen week. En wij zijn ook heel blij dat de subsidie die wij vorig jaar gehad hebben, voor dit jaar weer in de begroting 2016 staat. Dus dat is gewoon heel erg goed nieuws.